De controle op de naleving van de COVID-19-maatregelen is de afgelopen dagen behoorlijk opgevoerd in Coroni. Zo is er bij een aantal illegale feesten hardhandig opgetreden. Districtscommissaris Michael Winter maakt tegenover onze nieuwsdienst duidelijk dat de geluiden over het niet gelden van totale lockdown in de districten niet van toepassing is in zijn bestuursgebied. Zoals u weet, tijdens je leest op Facebook, Coroni op lockdown, Coroni op DC, mensen doen wat ze willen. Wel, de afgelopen tijden hebben we het echt hardhandig aangepakt. Illegale feestjes gestopt, plaatsen waar er meer dan 5 mensen waren, ook gestopt samen met RBT, Nikeri, lokale politie en bestuurdienst, hebben we avonden eigenlijk niet geslapen. We hebben avonden uitgedrukt om de mensen echt doelbewust te maken. Want soms bepaalde mensen zijn gewoon grap eten, de mensen zijn gewoon kiek eten. De burgervader zegt dat het eerder zo was dat enkele gezinnen in het gebied op slinkse wijze feestjes organiseerden. Dit kwam uiteindelijk aan het daglicht, waardoor het opgetreden kon worden. Winter zegt dat hij ook werkt aan de bewustwording van de lokale bewoners als het gaat om de COVID-19 vaccinatiecampagne. We zijn ook bezig nu via BIC, via RGD Poli, om de coroniaan ook op te roepen om te gaan vaccineren. Met ik mijn tweede wanfba, min of vier niks. Ik voel me lekker, ik voel me gezond. Dus als eerste burger van het district heb ik geprobeerd om, tot nu toe proberen we om de lokale bewoners bewust van te maken om te gaan vaccineren. Dus een lockdown, Tori, ik zei Itaki Brada, het lukt nu aardig. We zijn dagelijks bezig met de politie, met de GPK. Soms krijg ik ondersteuning vanuit Nikeri, RBT. En het lukt, het lukt, het lukt. In het begin waren de mensen koppig, maar nu, yes, om in dit ervaren, dat is mijn competitie, om worden bewust. Maar het lukt wel. Winter stelt dat er een ommekeer te merken is in het gedrag van de districtsbewoners. Dit sinds de ernst van de coronapandemie in het nieuws is waargenomen.